Vandaag vindt het Stadsmakerscongres plaats, waarbij allerlei plannen gepresenteerd worden hoe bestaand en verouderd vastgoed kan worden ingezet voor nieuwe ontwikkelingen in de stad Rotterdam. Een van de presentaties is van de wasserij achter de Bergweg. Dit was de oude wasserij van het ziekenhuis wat hier stond, wat inmiddels helemaal weg is. Alleen die wasserij staat er. En wat wordt het? Het wordt de plek waar mode in Rotterdam een nieuw centrum krijgt. We gaan hier modeontwerpers een plek geven. We gaan kleermakers, echte, goede, ambachtelijke kleermakers een plek geven. En we gaan zorgen dat die kleren hier verkocht worden. Ik ben Marlou Verheijden en ik ben modeontwerpster. En ik heb een heel klein modelabel. En dat is voornamelijk, mijn doelgroep is voornamelijk vrouwen. En waarom zit je hier? Nou, het is heel fijn dat je eigenlijk omringd wordt door mensen die, die ook bezig zijn in de modebranche. En daarnaast ook andere aspecten van de mode belichten. Zoals de commerciële kant, waar ik eigenlijk zelf niet heel goed in ben. Dus dat is heel fijn als dat wordt aangevuld en dat je advies kan vragen of eventuele samenwerking kan aangaan. Nou, je ziet nu een prachtige hal. In deze hal komen natuurlijk echte ateliers waar ze kunnen zitten. Maar we gaan heel veel ruimte geven aan plekken waar mensen ook kunnen zitten. Waar mensen koffie kunnen drinken, zodat je het ook echt kan beleven. En als je hier komt en je ziet iets moois, dan kun je het ook laten maken. Ja, je hoopt natuurlijk dat het sowieso een fysiek punt wordt in Rotterdam, waarvan iedereen weet, oh ja, als het over mode gaat in Rotterdam, dan moet je bij de wasserij zijn. Ja.